Er viel dit seizoen heel veel te lachen in Amsterdam, maar als je dan zoveel succes hebt, dan wordt er ook heel hard gehuild als het misgaat, hè? Ja, nee, inderdaad. Nee. Dit is een gigantische anticlimax natuurlijk. Het voetbalsprookje, want dat was het Champions League seizoen natuurlijk, hè. 18 duels, krankzinnig lange serie, met echt fantastisch voetbal. Mooi voetbal, dominant voetbal. En nou ja, Ajax werd beter en beter, sterker en sterker. En dan houdt het in één keer op in de 96e minuut van deze wedstrijd. Ja, dus is een ramp. Het is de ergste manier om te verliezen. Scoren ze wat eerder, dan kan je nog enigszins wat doen. Maar nu had je daar geen tijd voor. Dus het was wat goed stil in de kleedkamer. Ja, van de hemel en de hel, noem maar op, drama. Je kunt allerlei kreten erop loslaten. Maar ja, onderaan de strepen zit wel een trauma natuurlijk voor Ajax. Hoe goed vond je Ajax over twee wedstrijden? Ja, heel goed. Ik denk voetbal en waarde is natuurlijk veel beter dan wij waren over twee wedstrijden. We hebben natuurlijk iets meer met mentaliteit, iets meer misschien iets meer direct dan hun. En ze speelden heel goed voetbal en ze hadden ook kansen vandaag. Ik bedoel, ja, we waren een beetje gelukt dat ze daarna niet meer scoorden na die 2-2. Dus hadden we die geluk en dan Lucas ook aan het einde, ja, dan kan je niet meer. Zo dicht ligt het gewoon bij elkaar en niet alleen tussen Ajax en Spurs, maar ja, goed, dat zag je een dag eerder natuurlijk ook met Liverpool en Barça. Het is gewoon echt een krankzinnige voetbalachtbaan geworden vanavond. Van totale euforie naar een totaal drama. En ja, dat zal nog wel even tijd nodig hebben totdat de plek krijgt. Want zo dichtbij in de Champions League finale voor een Nederlandse club kan zomaar decennia duren. Denk maar eens hoe lang we terug moesten voordat Ajax op dit punt stond of PSV in de halve finale kwam. Dus het kan heel lang duren en helemaal op deze vrede manier zo in blessuretijd. Dus nee, het is, dit komt hard aan bij Ajax. We kunnen hartstikke trots zijn wat we al hebben neergezet, maar zo voel je het nu niet. En zo, we willen meer en we zouden zo dichtbij. We waren er zelfs en die gevoel had je. Aan de andere kant, ik denk over een paar dagen, misschien over een paar weken, misschien over een paar maanden. Maar er zal een moment komen dat er wel vol trots terug gaat worden gekeken op 18 imponerende duels in Europa. Dus je moet echt blij zijn voor dit Ajax-team. Ik bedoel, ze speelden heel goed voetbal en gewoon ongelukkig dat ze niet door zijn gekomen. Ik denk al de fans en al de spelers kunnen zeker tevreden zijn. Ik bedoel, ze hebben gewoon een heel goed toernooi gespeeld, maar helaas. Echt helaas. Ik voel sorry voor Ajax natuurlijk. Wat nemen bijvoorbeeld de jonge spelers als De Ligt, De Jong, die een grote toekomst voor zich hebben, wat nemen zij mee van dit avontuur? Ja, het is ervaring. Kijk, ik vond het mooi dat Peter Bos zei 2 jaar geleden na die finale tegen Manchester United van je moet finales leren spelen, je moet grote wedstrijden leren spelen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Ja, dat hebben alle spelers van Ajax dit seizoen echt geleerd. Eigenlijk continu was die druk aanwezig. Nou ja, en dat hebben die spelers ondervonden. En daar gaan ze in de rest van hun carrière, zullen de komende jaren, heel veel voordeel van hebben. Dus dat is voor vooral de jonge spelers was dit echt wel een reis door Europa met elke wedstrijd was een soort college, was een soort les en een soort examen. En steeds was het eigenlijk een dikke vette voldoende die ze behaalden. Alleen vorige week, op basis van de tweede helft, viel het tegen. En vandaag, vooral op basis van de tweede helft en vooral op het eerste kwartier naar rust, was het gewoon heel zwak. En nou ja, dan zie je het topvoetbal, dan wordt het gewoon genadeloos afgestraft. Afsluitend van dit Champions League avontuur wil ik dan van jou nog 2 namen. Wie viel er vanavond positief en wie viel er negatief op? Ja, negatief vond ik Casper Dolberg. Hij heeft niets meer de Dolberg van 2 jaar geleden in dat hele seizoen in de Europa League. En vorig jaar is hij natuurlijk lang geblesseerd geweest. Nou, nu kreeg hij plotseling de kans. Hè. Neres zou spelen, stond ook op wedstrijdformulier, deed ook de warming-up. Toch te veel last. Dolberg moest op het laatst in worden gevoegd. Daardoor moest Ajax ook iets anders spelen. Maar goed, ik vond Dolberg echt geen van zichzelf. Ik vond het heel matig wat hij liet zien. Tuurlijk, hij heeft op een bepaalde manier onverstoorbaarheid. Alleen vanavond was het gewoon ook in balbezit gewoon heel matig wat hij liet zien. Die onverstoorbaarheid waar jij het over hebt, ja, dat lijkt soms zelfs op een beetje arrogantie. Ja, kijk, dat is het niet. Want ook toen hij wel die ballen erin schoot en wel gevaarlijk was, had hij ook die houding. Alleen, daar hebben we het wel vaak over gehad. Als het goed gaat, is het mooi, is het stoïcijns. En gaat het slecht, dan kan het arrogant zijn of ongeïnteresseerd. Hij zit zo in elkaar. Dus ik denk, qua persoonlijkheid zullen we hem niet veranderen. Alleen qua spel is het natuurlijk, was het gewoon heel erg matig wat hij liet zien. Dus voor hem denk ik ook, als je naar rapportcijfers kijkt, ja, dan kom je bij hem gewoon echt op een onvoldoende uit. En nou ja, positief, dat kom ik toch bij Ziyech uit. Ik denk dat Ziyech vandaag heel belangrijk
was in balbezit. Niet alleen maar dat doelpunt, maar ook eromheen. Maar ook bij balverlies weer continu omschakelen, continu druk zetten. Hij weer de nodige ballen veroverd. Dus ik voorzie echt wel er bovenuit springt. Het is wel zonde dat schot op de paal, hè, 78e minuut. Hakim Gensenbrich, Ziyech zou je bijna willen zeggen. Maar ja, valt hij binnen, is de wedstrijd klaar. Daar ben ik van overtuigd. Want dan zie ik Spurs niet nog een keer terugkomen met twee doelpunten. Dus daar zal hij zelf en dan zal Ajax en iedereen nog wel langer terugdenken. Net zoals dat schot op de paal van Neres vorige week. Dus dat zijn momenten. Maar inderdaad, qua positief en negatief, dan komt bij mij Dolberg en Ziyech als eerste naar boven.